In de speciale finalistenvideo's kijk ik met jullie terug naar het afgelopen seizoen. Ik bespreek de top 10 molacties, de top 3 anti-molacties en de beste hints naar de finalisten. Dit doe ik zodat jij nog een betere keuze kunt maken tussen wie van de 3 nou de mol is. Laten we dus maar snel gaan beginnen met deze finalistenvideo. Yo mensen, welkom weer bij deze nieuwe video. We gaan in deze video weer de tweede finalist bespreken. En dit is deze keer Freesia, Cugino, Arias. Laten we dus maar snel gaan beginnen met de top 10 molacties van Freesia. Molactie nummer 1. Deze gaat over de laser game opdracht in aflevering 2. Hier doet Freesia namelijk alsof ze heel fanatiek is. Maar in tegenstelling tot dat verdient ze juist geen rode cent. En geeft ze zichzelf ook nog een extra leven voordat ze afgeschoten wordt. Hierdoor konden de anderen in diezelfde ronde ook nog maar 2 extra levens pakken in plaats van 3 levens. Ik vond het een hele sterke molactie en dit is zeker iets om je gedachten mee te gaan veranderen. En dat is iets van, nu ga ik het meelezen. Deze. Molactie nummer 2. Dan springen we naar de opdracht met het pijl- en boogschieten. Freesia vindt bij deze opdracht geen enkele sleutel in het kasteel. En loopt volgens de montage zelfs langs een sleutel. Eve, hier is ook nog één. Eve! Kom maar bij mij, deze is donker. Molactie nummer 3. Deze gaat over de opdracht met de foto's maken van de Millies en de Mollies. Freesia is alleen maar bezig met een vrijstelling zoeken, terwijl ze er zelfs nog één heeft. Erg verdacht is dit zeker, want ze verdient hier bijna niks. Ze is alleen maar bezig met zichzelf en is aan het zoeken naar een potentiële vrijstelling. Alles. Yes, very cozy. Ja, weet je, ik wil gewoon naar die finale. Dat is toch helemaal niet gek wat ik doe? Nu heb ik een vrijstelling voor je. Molactie nummer 4. Goed, dan gaan we naar het strand en het zoeken van een steponderdeel met een metaaldetector. Hier is Freesia eigenlijk alleen maar aan het graven de hele tijd en doet ze voor de rest niks nuttigs. Ze roept Kim erbij en die helpt meegraven, maar ze vinden niet veel. Someone see a treasure? No? Too bad. Molactie nummer 5. Dan gaan we naar de finale aflevering. En dan naar de derde opdracht met de foto's. Hier zegt Everon tegen Freesia dat ze foto's laat vallen. Later is in de montage te zien dat er nog een foto op de grond ligt. En die hadden ze nodig om überhaupt geld te kunnen verdienen deze opdracht. Deze heeft waarschijnlijk dus volgens Everon Freesia laten vallen. Maar het zou ook nog heel goed Everon kunnen zijn. Dat wil ik erbij zeggen. Een goede molactie is het zeker, want hierdoor is er min 1000 euro verdiend. Weet je wat we doen? We nemen de foto's mee. We nemen de foto's gewoon mee. Allemaal? Ja, maar zie je ze nog daar in het glas? Neem ze mee. Ja, alle foto's mee. Gaan ze nou dingen vallen of niet? Ja, sorry. Kijk, kom. Ik heb denk ik al eentje van mij. Molactie nummer 6. Deze gaat ook over de schapen weer. Tijdens de opdracht met de schapen wil zij namelijk samen met Kim Lian, die hebben we gisteren ook behandeld, samen met Kim Lian aan het einde van de eerste opdracht, alle schapen in één hok duwen, waardoor er dus heel veel schapen verkeerd stonden, waardoor er veel meer min geld werd opgehaald dan plus geld. Ja, gooi ze allemaal wel van. Gooi ze allemaal in één hok, we hebben nog 1 minuut of zo. Nee, we gaan ze niet in één hok gooien. Molactie nummer 7, dan blijven we in de finale aflevering. En kijken we naar de tweede opdracht afrekenen. Hier is Freesia namelijk een beetje te fanatiek en luidruchtig. Waardoor ze wordt afgeschoten en niet meer verder boodschappen kan doen. Af! Afgeschoten. Ben ik af? Game over. Oh. Dan molactie nummer 8. Het is een soort van molactie, maar toch ook weer een hint die ik wel graag wil gaan behandelen. Deze gaat over de opdracht afrekenen weer. Freesia pakt hier namelijk het feestmasker. En daarnaast doet ze deze na de opdracht ook nog voor haar gezicht.
als we dan terugkijken in aflevering 1, het begin van het hele seizoen, dan zien we het gemaskerd bal en dat de mol een masker op heeft. Het kan dus zijn dat zij deze heeft opgedaan om op de mol te lijken en dus zelf ook de mol is. Want ja, als jij de mol bent, dan weet je van het gemaskerd bal. Maar als jij een van de andere finalisten bent, dan weet jij helemaal niet van dat gemaskerd bal. Zij gaat dingen pakken die ze al van tevoren heeft bedacht. Feestmasker. Molactie nummer 9. Dan kijken we naar de eerste opdracht van de finale aflevering, waarbij Freesia tot 3 keer toe het alarm heeft af laten gaan. Hierdoor is ze natuurlijk ook afgegaan. En heeft ze geen geld verdiend voor de pot. Het is ook een hele slimme en makkelijke molactie om uit te voeren. Kut, hij is afgegaan. Kut. Dan tot slot molactie nummer 10. En hierbij kijken we naar de Follow the Money. We zien namelijk in de Follow the Money heel simpel dat Freesia gewoon het minste heeft verdiend van de andere twee kandidaten. Ze is een ideale mol. Ze doet fanatiek, maar aan de andere kant verdient ze ook gewoon helemaal niks. Dus fanatiek en niks verdienen. Anti-molactie nummer 1 gaat over de opdracht huis onthouden. Hier wordt Sahil namelijk heel erg afgeleid door de bewoner van het huis waar Freesia en Sahil samen in zijn. Freesia wijst Sahil er hierop dat ze door moeten met de opdracht en dat ze de bewoner helaas even aan de kant moeten zetten. Dit is dus een goede anti-molactie van Freesia. Want hierdoor kan er natuurlijk meer geld verdiend worden doordat zij het goed doorgeven. Al moet ik er natuurlijk wel bij vertellen dat Freesia en Sahil allebei niks hebben opgeschreven. En dat hierdoor dus zij gewoon bijna geen geld konden verdienen. Voor afgeleid. Sahil, blijf hier. Ik kan niet luisteren naar die man. Kom, sorry, je moet echt minder lief zijn. Kom, even tegen je ethische compassie. Kom. Dan anti-molactie nummer 2. Het gaat over de opdracht dat Sahil en Freesia samen vanuit de lucht zakjes moesten gooien naar de kandidaten op de grond. Zodat deze zichzelf kunnen gaan bevrijden. Freesia heeft hier een sleutelpositie, maar zorgt er juist goed voor dat de zakjes bij de juiste personen terechtkomen. Behalve bij Everom, want die heeft nooit een zakje gekregen. Goed, dan nog de 3 beste hints naar Freesia als mol. Allereerst is Freesia tijdens de 2e aflevering zwijgen vrijwel heel erg stil. Daarnaast heeft ze de minste biechttijd van elke andere kandidaat. Hierop kan dus de titel zwijgen slaan. Laat je het klein even zeggen. Nou, ik ben wel benieuwd, nu we hier met z'n allen bij elkaar zitten, of er nou gisteren nog jokers zijn ingezet. Ik had mijn croissantje nog ineens op en de vraag werd gesteld, wie heeft nou eigenlijk jokers ingezet? Er zijn er 7 ingeleverd, maar... Waarom hebben jullie zo naar elkaar te Dan vergelijken we aflevering 1 en aflevering 2 even met elkaar. En dan zien we dat Freesia tijdens de opdracht aftroeven en tijdens de opdracht binnen en buiten bereik in beide opdrachten op de sleutelpositie staat. Freesia staat namelijk bij de opdracht aftroeven in het groepje aftroeven, waar het geld kan worden verdiend. En ze doet hier natuurlijk ook heel snel het geld pakken, waarop later dan een hint blijkt te staan naar de mol. Daarnaast staat ze in de opdracht binnen en buiten bereik, staat ze in het groepje binnen bereik, waarbij ze de soort van opdrachten die de andere groep heeft gedaan nog even kan saboteren, zodat er weinig geld wordt verdiend. Ik heb het wiel al. Ik heb het wiel, hier, ik heb ook een. Kom maar, ik ga het terugleggen. Haal de munten uit de hoogte voor maximaal 100 euro. Yes! Zit er een in of niet? Nee. Heel klopt. Niet haasten. Jij! Ja! Oh! Hey! Wat zijn jullie hier aan het doen? Waarom is dit elke keer kapot? Ja, waarom is het autootje steeds stuk? Dan nog een belangrijke hint. En die komt uit de opdracht met de katapult uit Net of Net Niet. Daar moeten de kandidaten namelijk met voetballen schieten. Ja, voetballen kan een indirecte aanwijzing zijn naar Freesia. Die werkt voor de sportzender ESPN. En daarnaast voetbalt ze zelf ook. Lijkt mij een goede hint. Wat mij opviel was dat... En dan tot slot nog een afleveringstitel hint. En over de afleveringstitel coulissen. Freesia stond in de opdracht in de 3e opdracht testafette van de aflevering coulissen. Achter de coulissen, oftewel achter de schermen. En daar kan natuurlijk heel simpel deze titel aan worden gelinkt. Want Freesia
had haar vrijstelling bewaard in een paar afleveringen en zette deze in zodat ze zelf achter de coulissen zit. Jij hebt nog een vrijstelling. Wat doe je? Nee. Lekker wijfie. Je zet hem in? Ja. Dan wil ik hem graag hebben. Dankjewel. Jij doet niet mee aan de opdracht. Goed, ik hoop dat je weer wat hebt gehad aan deze video. Laat het even bezinken. Morgen zal de laatste finalist aan de beurt zijn, genaamd Everon Jackson Hoy. Abonneer voor meer als je meer video's hiervan wilt zien. En dan zie ik jullie morgen weer of de volgende keer weer. Laters.